Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is zondag vandaag en ik ben even lekker naar mijn trekhaal toch. Het is best wel wijd, het is wel droog gelukkig. En ik sta hier op de Hartopbrug. En hier is op deze plek komen altijd de jongeren samen zomers. En die gaan altijd lekker met de auto aan het racen. Dat is wel getuigende. Dat is wel te zien aan het wegdek. Het wegdek is nogal aardig onder handen genomen. Allemaal bandensporen. Hier is de Hartopbrug. Zo, ik heb inmiddels eerst even Feyenoord zitten kijken van net. En Feyenoord had gewonnen met 4-0 van AZ. Dus dat is wel een mooie uitslag. Na een paar weken van dat het heel slecht ging met Rotterdammers. Maar gelukkig heb ik mijn clubje weer gewonnen. En daar ben ik wel blij om. Nou, één dag die morgen moet weer werken. Dan begint het gewoon leven weer aan deze kant. Zit de vakantie er echt op. De vakantie zit er eigenlijk al op, want het is nu eigenlijk weekend. Maar dan zit de vakantie er echt op en dan is het echt voorbij met de pret en moet ik weer gewoon gaan werken. Toch wel een leuke vakantie geweest. Ik had gisteren al een reviewtje gemaakt, die hebben jullie om vanmorgen kunnen zien. En het is toch wel een leuke vakantie geweest. Ik heb lekker uitgerust, lekker genoten, lekker, vooral heel veel uitgerust dat ook. Maar toch ook wel mijn vlogjes gemaakt. Natuurlijk trip naar Emmen meegemaakt. Lekker naar Worldlands in Emmen geweest. En dat was hartstikke leuk. En het was toch wel een van de hoogtepunten van de vakantie. Ja, het park zelf was niet zoveel te beleven, dus het was eigenlijk alleen maar een beetje wandelen en voor de rest was het eigenlijk geen zwemmen, maar dat was een heel klein zwembadje, zo echt veel. En dat was eigenlijk de vakantie. Morgen dan zit ik weer aan die kant, hier aan de andere kant. Zie je dat grote bos, daarachter zit mijn werk. Daar ben ik morgen weer te vinden. En dan zit de vakantie er echt op. En ik heb vanmorgen Metro Simulator gestreamd. Ik zag dat er een versie uit was. Metro's rijden, maar ook met trams. Dus dat is ook wel leuk, de tramroutes. En voor de rest, echt een geweldig spel. Echt de Metro Simulator Editor uitkomt, dan kan je gewoon je eigen routes maken, je eigen stad creëren. Dat zou echt wel fantastisch wezen. Dus ik ben reuze benieuwd, jongens, ik ben reuze benieuwd. Het zou echt gaaf wezen als je je eigen route kan bouwen in Metro Simulator. Dat zou echt geweldig wezen. En ik zie trouwens een hele mooie boot voorbij komen. Dat vind ik wel ontzettend mooi. Kijk eens. Wauw. Even moeten instellen. Een soort douaneboot lijkt het wel. En dan hier ook de Hartopbrug. Ja, we zijn echt weer terug thuis, hè. Een week hier lekker in Drenthe vertoefd hebben. We zitten toch echt weer in Zuid-Holland. En dit weekend, was weer even lekker boek alweer. Ondanks alles is het toch wel weer lekker om gewoon weer thuis te wezen. Twee poesjes die hadden we gemist. En die zijn hier
een hele mooie. En dan komt er echt zo'n... zo'n containerschip komt er voorbij. Die zal ik even op de film zetten. Kijk, jongens. Kijk eens hoe mooi. Dat is een aardig containerschipje. Ik denk dat hij richting Rotterdam gaat. Dus ze hadden de boel opgegooid, de katten. En dat was wel eventjes, die wisten natuurlijk ook mij. Maar ik ben er gelukkig weer. En ik ga vanavond GTA 5 streamen. Ik wou eigenlijk gisteravond al GTA spelen. Maar gisteravond was ik in slaap gevallen. En heb ik eigenlijk niet meer gestreamd. Vanavond komt er wel een GTA stream. Joost zal er niet zijn. Vertelde pas dat hij maandag zou komen. Maar ik zet gewoon vanavond het spel om. En dan ga ik wel zien wie er allemaal zijn. In ieder geval, tot zover even alle opmerkingen. En ik ga hem even neerleggen. Zo, en inmiddels zijn we bij het Hartogkanaal aangekomen. Ik ben even een stukje naar beneden gelopen. En ik denk ik maak nog even een shotje zo. Ja, ik heb niet echt veel te melden, dus het zal niet echt een lange vlog worden vandaag. Maar goed, het is, ik ben even een beetje uit stemming, uit spraakwater. Ik heb niet veel te vertellen. Wat ik nog wel kan vertellen en nog niet gemeld heb, dat is dat ik binnenkort weer een Planet Coaster ga opnemen, omdat er een nieuwe DLC uit is, de Spooky DLC. En die heb ik in mijn vakantie gekocht. Spooky DLC is een speciale DLC voor Planet Coaster, waar je dus weer nieuwe dingen kan erbij hebben. Bijvoorbeeld nieuwe muren, allemaal in spooky thema. En een besturingssysteem in, die je ook kent uit Symbolica. Dat is een karretje waar je in zit. En die kan je dus gebruiken in een dark ride. Het karretje kan ook draaien. Je kan alle gewenste stukken draaien waar je maar wilt. Het is wel heel erg ingewikkeld. Ik moet nog even precies uitvogelen hoe het moet, want ik kan het karretje wel draaien, maar dan draait hij weer te ver of dan draait hij te kort of dan blijft hij halverwege, blijft hij hangen. Ja, raar hè? Ja, raar hè? Ja, raar hè? Ik heb weer van die mensen bij, die snappen het niet. Er zijn altijd weer mensen bij die denken van, wat staat hij nou te doen? Hij staat met een camera in zijn handen. Wat is dat nou weer? Maar goed, dat dus binnenkort. Ik ben al bezig met een soort dark ride. Ben ik al bezig. En die dark ride, ik heb er wel zin in, jongens. Ik heb er wel ontzettend veel zin in. Ziet er echt leuk uit. Je hebt zelfs een heleboel ook animatronics erbij. Het zijn van die poppen die kunnen bewegen. Er zitten gordijnen bij die kunnen wapperen. Er zitten allemaal verschillende spooky muren bij. Echt. Dus er is zoveel in deze DLC dat ik die toch gedownload heb. In eerste instantie wou ik het niet doen, omdat dat tegen mijn principe was. Omdat het een. Dat je er weer apart voor moet betalen. Voor de DLC. Je kan hem niet gratis downloaden. Je moet echt iets voor 11 euro voor betalen. Dan gaat het mij niet om die 11 euro, maar het gaat mij gewoon om het feit dat je de game moet kopen en dan ineens moet je nog meer geld erbij betalen. En dat vind ik wel een beetje, dat vind ik niet echt streed van Planet Coaster. Dat je eerst een dure game moet betalen en daarna moet je weer opnieuw nog extra dingen doen en die moet je er ook weer bij kopen. Dat vind ik niet echt eerlijk van Planet Coaster. Maar ik heb hem toch gekocht omdat de DLC wel later bleek dat de DLC wel gaaf was. Dus ik heb hem toch maar gekocht. Nou, vandaar deze locatie dus. Ik ga hem weer even neerleggen.
En ik ga dan eventjes verder naar een andere locatie om te filmen. En dan zie ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, en ik ben een klein stukje naar voren gereden en we staan alweer een beetje meer aan het begin van dat Hartelkanaal. Ik wou hier nog even de omgeving laten zien. Als jullie in de verte kijken, zie je de Spijkenissebrug. Ik zal hem even inzoomen voor jullie. Dus de Spijkenissebrug. De Spijkenissebrug, en dan heb je hier allemaal voetbal sportcomplexen, atletiekbaan. En voetbalverenigingen. En dit is dus ook het Hartelkanaal. Daarnet stonden we aan die kant, stonden wij daarnet. En nu staan we alweer wat verder. Daar staat mijn gele autootje. En dit is dus het Hartelkanaal. Zo. En ik ben een beetje met de auto een beetje. Elke keer zet ik hem even een stukje vooruit en dan loop ik weer even een klein stukje. Dus vandaar. Het is wel donkerder geworden. Waait ook enorm. Maar het is nog wel droog. Maar ik denk niet dat het lang meer duurt. Dus ik denk dat ik hem dadelijk even uit ga zetten. En dat dadelijk ineens de regenbuien los storten. En dat ik dan ineens kan stoppen met filmen. Want ik ga niet in de regen filmen, want anders gaat mijn camera kapot. Nou, in ieder geval even een mooi beeld van een beetje de omgeving hier. Raar hè, zo'n camera. Nog nooit gezien. Nou, dit is dus het Hartelkanaal. Je hoort in de verte ook allemaal geluiden. Dat is allemaal van het voetballen en van de sportcomplexen. Er zijn natuurlijk allemaal wedstrijden momenteel bezig. Nou, hier kun je ook zomers altijd zwemmen. Alleen als je gaat zwemmen, doen we dat wel altijd hier met schoenen aan. Want er zitten nogal ontzettend veel steentjes hier in het water. Maar het is hier best wel lekker zwemmen hoor. Ja, nou niet. Je ziet nou allemaal vieze water. Maar meestal doe je dat niet hier, maar meer waar, op de eerste plek waar ik er net was. Hier is het water een beetje troebel, dus hier gaan ze meestal nooit zwemmen. Meestal de andere kant altijd. Maar dit is een beetje de omgeving, jongens. Kijk, de knal. Maar dit is dus het Hartelkanaal. Zomers zijn hier altijd heel veel jongeren te vinden. Die hier dan de auto hier op het grasveld neerzetten. En dan een barbecue erbij. En met vrienden een beetje kletsen. En een beetje zwemmen. En dit is dus het Hartelkanaal, jongens. Ga ik jullie nog even langs de Spijkenissebrug het laten zien. Dus dit was het Hartelkanaal. Ga ik nog een klein stukje de Spijkenissebrug laten zien. En dan stop ik maar weer met filmen. Want ja, ik heb niet veel meer te melden. Ik zie ook dat mijn camera een beetje vuil is. Zo. Dus dit was het Hartelkanaal. En dadelijk dan zal ik u nog even een klein stukje van de Spijkenissebrug laten zien. En ik heb niet veel te melden, dus het zal een beetje een korte vlog worden, maar ik hoop dat jullie toch wel genieten van deze vlog. Ik zie jullie allemaal dadelijk. Zo, en daar zijn we weer. Ik ben vlakbij de Spijkenissebrug. Ik moet even kijken waar ik mijn auto neer kon zetten, maar ik zal even de Spijkenissebrug laten zien. Het is een brug met de grootste
Het is een brug met de grootste ergernis van spijkenietjes en hoofdlieters en Rotterdammers. Dat klerending staat altijd in storing. En als het niet in storing is, sta je gewoon een half uurtje, sta je lekker daar te wachten. Nou, ik zal even de brug laten zien. Nou, dat was de brug. De groetjes allemaal. Doei! Nee, jongens. Nou, dit is dus de ingang. Die rijdt dus naar beneden. En dan kom je bij de Shell, bij de Esso-pomp. Dan kom je dus bij de Esso-pomp. En dit is een beetje de omgeving, jongens. Ik zal even zo doen. Zo. Er zit hier weer een wellness-ding. Dat wist ik ook niet. En NJO Yoga. Dat wist ik ook helemaal niet. Nou, in ieder geval, jongens, dit was de vlog van vandaag. Ja, het is een beetje een chaotische vlog en een beetje een rare vlog. En een beetje allemaal snel gejakkerd vlog. Ik weet niet of ik dit nog ga uploaden. Moet maar even kijken. Als ik het leuk vind, dan upload ik het. Het is een beetje, vervelend of een rare vlog. Het is een beetje een vlog van snel. Maar ik heb verder niet echt veel meer te vertellen, jongens. Dus ik ga hem met deze ga ik hem neerleggen. Ik zou zeggen, vonden jullie deze toch, ondanks alles, deze vlog leuk? Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Hier op It's Your Tracks. En skabadi, skabadoe, skabadabadoe.